Het zijn normaal gesproken vooral bewoners uit Hasselt die hun medicijnen halen bij apotheker Jaap Uithof in Hasselt. De mannen die vorige week dinsdag de apotheek betraden vielen dus wel op, maar argwanend zijn Uithof en zijn assistentes niet. En dus konden de mannen na verloop van tijd rustig de rugzak vullen met dure cosmetica producten van het merk Vichy. Nou ja, ze stonden eigenlijk een beetje in deze hoek in eerste instantie. Ze hebben nog een tijdje hier op deze stoelen gezeten, hè, al wachtende. De een die slentert wat rond en die heeft waarschijnlijk toen hier zo een aantal dingen weggehaald. Wat wel aardig is, is dat ze overal één van laten staan, zodat het niet meteen opvalt dat er een gat is. En vervolgens hebben ze nog een tijdje hier zo aan de balie met z'n tweeën gestaan, zo naast elkaar. En toen heeft de een waarschijnlijk hier zo dat plankje een beetje leeg gegraast en in de rugzak gestopt. En hier zo, ja, wat je kan zien, beide planken zijn eigenlijk gewoon leeg. En dat zijn nou precies die twee planken die je dus niet in beeld hebt als je vanuit de apotheek kijkt. Dat kan je dus niet zien. Apotheker Uithof wil dat de mannen gepakt worden. Direct nadat hij de diefstal constateerde, waarschuwde hij de collega's in de directe omgeving. Ik ben begonnen met een mail aan de naaste collega's. En dan krijg je al vrij snel antwoord van iemand die zegt van, oh, nou, net te laat, ze zijn net weg. Dat is natuurlijk al jammer. Maar later krijg je dus inderdaad ook nog weer contact van andere apotheken. Die zeggen, ja, ze zijn hier ook al geweest. En dan maanden geleden zijn ze al ergens geweest. En dan blijkt dus dat ze zelfs in 2012 al op dezelfde manier bezig zijn geweest. Het lijkt erop dat een georganiseerde bende actief is in de diefstal en handel van Vichy-producten. Inmiddels hebben tientallen apotheken al een bezoek gehad. Enschede, Hattem, Hasselt, Marknesse, Urk, Emmeloord, Dronten, Swifterband, Harderwijk. In apothekersland zijn de alarmbellen gaan rinkelen. Nou ja, wat ik graag wil is dat dit toch op de een of andere manier stopt. En dat kan je op twee manieren doen. Mensen, met name dan de collega's, ervan bewust maken hoe zoiets in zijn werk gaat. Van jongens, let goed op. Zo gaat dat. En het tweede denk ik dat er ook voor de politie natuurlijk toch wel een taak is om aan een beetje opsporing te doen. Want men is nu al op veel plekken geweest. Er zijn van verschillende apotheken, weet ik dat er bewakingsbeelden zijn. Ja, dan moet het toch mogelijk zijn om ergens daar toch een vinger achter te krijgen.